Toets 1. Ben je dat niet? Ik mag je niet. Nee, ik hou het hier wel bij. Ja. Oké, begin maar met hallo kijkers van Harm en Frodo. Hallo kijkers van Harm en Frodo. Hallo kijkers van Harm en Frodo en welkom bij weer een gloednieuwe aflevering van Top 10. Moet ik dat allemaal gaan zeggen? Maar jij bent hier de intro, man. Het is jouw video. Dat heb je al gezegd in de intro. Het is jouw video. Dat heb je al gezegd. Het is jouw video. Je hebt het al gezegd in de intro. Hup, nu. The first revolution is when you change your mind about how you look at things. Because that's a highway to hell. And see that there might be another way to look at it that you have not been shown. Some of you were winning, and sometimes there was a losing game. It will not involve American combat troops fighting on foreign soil. You guys, you chose this outdoor trip, and you turn out to be heroes. So this was an act of terrorism, designed to kill innocent people. Some people flew up and down the mountain. Another one is protect your cover. This is why a simple cover is easier. Protect at all costs classified information. Look, again, I think that's a ridiculous accusation. The president in this matter has done nothing wrong. Under the gun, you're not going to want to be trying to remember all the details of a complicated cover. Ze zijn als nu gewoon bij te lopen. Hoe irritant is dat? Dat zou echt naar zijn. Als ze in de keuken staan daar, dan is het nog erger. Ja. Er zit een beest op je blouse. Wat zei je? Oké, begin maar met hallo kijkers van Harm en Frodo. Hallo kijkers van Harm en Frodo. Oh, maar jij bent hier de intro, man. Het is jouw video. Dat heb je al gezegd in de het intro. Het is jouw video. Dat heb je al gezegd. Het is jouw video. Je hebt het al gezegd in de intro. Hup, nu. Zit staat hij al aan? Ja. Oh. Al echt 21 seconden. Nou. Hallo kijkers van Harm en Frodo en welkom bij een nieuwe... Nee, ik werd net geappt. Ja, wat app je nou weer? Het is Jan met Hyper de Piep. Jan moet wegwezen. Jan. Jan. Wouter stuurt, want ik liet jou flikkeren. Oh, sorry. Oké, begin. Nee, hebt er niemand? Nee. Oké. Welkom. Nee, hallo. Stop, nee. Wat was er? Oké. Aan. Hallo, kijk eens bij Harm. Dat waren ze. Wat een grap. Wacht, dit is toch niet de man? Oh, hier wonen ze trouwens. Nu krijg ik wel feelings dat de politie is gebeld. Ja, omdat ik aan het bellen was. Deze pincode. Weet ik veel wat het is. Deze pincode is niet juist. Je kunt helaas geen toegang tot je berichten krijgen. Nou, zit je dan? Yes. Is wat getypt. Oh. Staat hij al aan? Ja. Oh. Je moet wel in de camera kijken. Ja, ik moet eerst even lezen. Ik weet niet eens wat het is. Oh jee. Storming Den Haag, dat bestaat helemaal niet. Ik was Storming Amsterdam. Waar is dat? Dat is grappig. Den Haag is echt heel grappig. Okay. Staat hij aan? Ja. Hij staat helemaal niet aan. Echt wel. Oh. Op de achtste plek staat... Niet op de achterplek. Maar gemaakt opnieuw. Op de achtste plek staat... ja, maar ik weet het even niet. Wacht. Amsterdam. Oké, okay, doe maar niet meer helemaal. Waarom nou? Op de achtste plek staat... Lezen. Ik maak een foto van jou die een foto maakt. Oh ja, wat gebeurde daar nog mee? Maak je nou een foto van mijn foto? Nee, ik maak een foto van jij die een foto maakt. Aangenaam. Wie geht das dir? Lucas in de vlog. Iedereen aan nog en... Wie keer dat dier? Oh ja. Oh ja, ja. Er valt helemaal niks over te vertellen. Komt er nou iemand binnen? Nee, gewoon doorgaan. Oké. Okay. Er komt wel iemand. Dat is niet handig, want dan komen er geluiden. Ik doe de deur buiten. Oh nee. Nee, nee, het kan. Volgens mij is het geen wc. Oké. Okay. Nee, jij moet even uit beeld, anders gaat het niet. Oh ja, precies. En op de zesde plek. Wacht even. Waarom ga je nou zo doen? Dan kijk
Kan jij mij straks ook bedreigen? Dat is grappig. Hij staat al aan. Ja, ik dacht, jij hoeft dat niet te doen. Maar je moet wel even bekijken. Of je de gok ziet. Er ligt trouwens een mes achter jou met dat kussen. Dat vind ik eng. Staat hij al aan? Misschien. Oké. Okay. Wacht, ik doe wel even zo. Ik heb zo'n krukje. En dat kan ik er dan zo voor doen en dan weg doen. En dan kan je beginnen. Zo. 3, 2, 1. We hebben twee keer zo mee Amsterdam. Ja, ja. Ik wacht. Oh, okay. Kijk, nu ben ik maar moet je nou een krukje doen? Nee. Oh, wacht. Ja, oh nee, dit is een krukje inderdaad. Wacht even. Dat is grappig. Ik vind het heel grappig. Nu heb ik iets anders. Dus zo. Hoezo? Dat ben ik! Ik voel me ongemakkelijk worden. Dit wordt dan gewoon de titel van deze vlog wordt Vlog met Leon, Harmen en Harmen. Ja, dat weet ik. Ik zit ernaast. Dat was 3. Volgens mij. Ja? Ja? Sla dit niet op. Echt, dit wil je niet. Je wilt niet dat je baas je belt en dit komt eruit. Dat wil ik met corona. Stoppen en terug naar het hoofdmenu. Wat was 1 nou? Vraag me dan even om te luisteren naar wat je allemaal zegt. Waarom moet ik nou weer een stukje van hoogtefeest doen? Dat is helemaal niet handig. Vet grappig. Wacht even, ik doe dit met zo'n krukje. Wacht, zet je aan? Ja. Ben jij nog echt de nummer 1? Au. Oh, au, 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 au. Waarom lach je hier nou om? Wat doe je nou? Doe hem dan. Ja, jij doet het kopje ervoor. Ja, waarom doe je hem dan alvast hier? Oké. Hij staat nog helemaal niet uit aan. Dear Dutch Residents, Harmen Frodo is nominated for the Golden Televisie Ring. Maar ik wil wel dat jullie me nomineren voor de Zilveren Radioster. Serieus, Bram Krikke wel en ik niet? Hoezo? Oh, we gaan nu even opnieuw. Ja. Ja. Dat was de verkeerde. Ja. Yo, hallo mensen en welkom bij weer een goed nieuwe vlog samen met mijn niet-vriendin Myron. Dik vette peace. Dan moet je wel even met die krokje weer doen. Corona podcast met Lucas. Thijs wil het schoolsysteem veranderen. Even. Niet te stikken. Waarom trap je daar nou tegenaan? Oh, hoor. Oké. Oké. Dat was niet grappig genoeg, wacht even. Wanneer moet ik nou beginnen voordat jij stopt met praten? Ik heb een leuk idee. Jij sluit de video af en dan ga ik hierachter zitten en dan zeg ik doe een like. Dat is zo grappig. Oké. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. De camera staat nog niet aan. Hij staat helemaal niet aan. Staat hij niet aan? Nee. Waarom dan niet? Ik had zoiets leuks gedaan. Yes, hij staat aan. Staat hij aan? Hij staat verkeerd. Wacht. Geen like gegeven. Wat een hond. Zeg even, Wouter, je bent een hond. Wouter, je bent echt een hond. We gaan nu net fixen bij, toch? Hier, ik wil jou één ding laten zien. Oh, er wordt gescholden in deze. Ik wil jou... Ja, er wordt in elk video gescholden. Oh. Wacht, ik wil jou even één ding op Netflix laten zien. Dus pak heel even de afstandsbedieningen. Die liggen daar. Waarom film je mij nu eigenlijk? Dat is voor een vlog. Kijk nou. Reageer even. Niet kijken alsof je niks doet. Welk moment is dit? Dat ze het huis in Toledo vinden. Zeg even dingen zoals wow, eng. Ja, er gebeurt niet zoveel. Nee, nu gaat het gebeuren. Nee, ik wil opnieuw. Nee, en dan weer 3. Hoi. Nee, nee, nee. Hoi.
Ja, maar iemand gaat zo. Iemand belt jou en die begrijpt niet dat het voicemail is. Dus ze roept zo, hey Leon. En dan bent hoi. Rozen zijn rood, smurfen zijn blauw. Ik ben er niet. Wat jammer nou. Om je opname te luisteren, toets 1. Ben je dat niet? Ik mag je niet. Nee, ik hou het hier wel bij, ja? Wat saai. Nee hoor, is goed. Het is toch niet zo'n indrukwekkend moment? Jawel, nu komt het echt het beste moment van de hele serie. Bellen, ciao. Zo bijzonder is het lied nou ook weer niet, hoor. Het is geweldig. Straks wordt het nog beter. Ja, dan gaan ze staan, gaan ze dansen. Nee, dan gaat eerst dat stuk in Toledo nog. Montagne. Ongelooflijk dat jij dat kent. Ciao, bellen. Ciao. Lieren, we zien Montagne. We zien François. Hallo. Hey. Hallo. Ik ben heel even op Lucas' account, maar want Lucas is er even niet. Dit is Armin. Maar waarom kwam je nou niet? Hoe bedoel je, waarom kwam ik nou niet? Je zou komen. Kwam je niet. Wanneer zou ik komen? Nee, dit is echt vies. Dit is echt vies. Ja, het is toch normaal, hè? Willen jullie toevallig, ik heb vandaag net een nieuwe vlog geüpload, dus ik vroeg me af of jullie die vandaag heel even willen kijken. Is goed, joh. Wat heb jij eigenlijk voor jou altijd, Armin? Wat zei je? Voor jou altijd, Armin. Heb je allemaal